De gemeente Heumen heeft in 5 jaar ruim 1,25 miljoen euro verloren op de verkoop en terugkoop van het terrein van zwem- en sportfaciliteit De Veldschuur. Dat blijkt uit stukken van de gemeente. De gemeente Heumen sprak in 1992 met Laco af dat het bedrijf voor 500.000 gulden het terrein mocht kopen als in 2012 de exploitatieovereenkomst eindigde. 5 jaar na de verkoop koopt de gemeente de grond terug voor 1,5 miljoen euro. Het complex is verouderd en om het voortbestaan van de sport- en zwemfaciliteiten te verzekeren, draait de gemeente op voor de aanbouw van een nieuw gebouw. Laco mag de faciliteiten dan weer voor 40 jaar exploiteren. Voor de exploitatie is geen openbare aanbesteding geweest. Daarnaast stijgt de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente met 30.000 euro en men kan ook ruim 1 miljoen euro aan voorbereidingskosten afboeken.